Erasmus weg. Nou, dat kan maar één ding zijn dan. Alwe Gemal. Daar zijn de opnames van Radio Live Oranje. En wij zijn te gast. En Ami, hij. Wat zullen we te horen krijgen? Maat, dan heb ik je toch eventjes zo kort, een beetje apart en zo. Ja. Was ik vandaag op de training en op een gegeven moment... was Ami dan? Dus mijn eerste vraag is, toen ik de fysio ziet komen met zijn ene arm, een beetje in het gips. Ja, Edje. Ja. Ik zeg, Ami? Ja, nee, die is er niet. Maar kort af daarover. Dan kom ik thuis en dan zie ik op de officiële site staan dat je een weekje niet er bent. Ja, klopt. Heb je zonder Jan te beschadigen en de club te beschadigen, hebben boeien gehad? Ja, we hebben gewoon even, hoe moet ik zeggen, akkefietje gehad, wat ik al zei. En, ja, wat je al zei, dat weten die mensen van de Radio Journaal niet. Ja, dat hoort, soms hoort het erbij bij het voetbal. Emoties gaan allebei de kanten gaan zo omhoog. En, ja, en dan natuurlijk, het gaat zo hoog. Op een gegeven moment nemen we allebei een beslissing. En soms kan het de verkeerde zijn. En dan heb je daarna ook natuurlijk spijt van. Want uiteindelijk draait het alleen maar om ADO. En niet om mijzelf of om de trainer zelf. Kijk, we moeten... Moeten we met z'n allen dit jaar zo hoog mogelijk komen. En dat is waar we ons op moeten focussen. En, niks meer voor de rest. Dus laten we met z'n allen maar alleen maar op ADO richten. En niet op mij of op de trainer. Ben je niet bang dat het weer een Indiaanjacht wordt? Dat ze weer iets hebben nu om te slaan? Kijk nou is er ook al ellende met de spelen. Nee, helemaal niet. Maandag heb ik gesprek en dan ben ik er weer bij. En dan gaan we gewoon verder weer zoals we altijd doen. En, het belangrijkste zijn nu, kijk wat er gebeurd is nu met mij. Dus dat is even gebeurd. Dus we hebben een akkefietje gehad. Maar het belangrijkste zijn gewoon die wedstrijden. En dat wij gewoon punten gaan pakken. Dat vind ik veel belangrijker dan mezelf. Nou, en dus, misschien kom je beter uit deze week. Nee, ja, ik zeg dat al. Kijk, voetbal is emotie. En soms gaat het ver. En soms, kijk, als je geen emotie hebt, is het toch geen voetbal. Ja. Dat is het mooie. Dat maakt het voetbal ook mee. Beter en leuker. En dit hebben wij. Dat heb ik een keertje gehad. En kijk, ik zit al heel lang in betaald voetbal. En alles maak je wel een keertje mee. En nu komen we daar gewoon sterker eruit. En zo worden we alleen maar met z'n allen beter. En nu gaan we voor die punten. En wat gebeurd is gebeurd. Goed, maat. Top.